Hallo allemaal. Ja, het is weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst online ben geweest. We zijn net terug van het fantastische seminar Het ontwaken van tweelingzielen in de zesde dimensie in de Kataren. Het was werkelijk waar fantastisch. En ik krijg nog steeds terugkoppelingen van de deelnemers hoeveel dat bij ze in gang gezet heeft. Complete transformatieprocessen, maar ook toen we daar waren, herinneringen die optraden vanuit vorige levens. Het was in één woord fantastisch. Ja, heel jammer voor de mensen die er niet bij konden zijn. De groep was vol, dus ik moest natuurlijk ook aanvragen weigeren. Ja, en voor die mensen organiseer ik in 2024 ook weer dit seminar, Het ontwaken van tweelingzielen in de zesde dimensie. Dus als je er deze keer wel bij wil zijn, schrijf je dan zo snel mogelijk in. De inschrijvingen zijn alweer geopend. En dan kun je natuurlijk mee. Het is van 9 tot 15 juni. Goed, nog een andere mededeling is natuurlijk dat nu in oktober de jaaropleiding traditionele hekserij bij mij begint. Daar is heel veel vraag naar. Ja, zodanig dat, het heeft maar heel eventjes op mijn website gestaan en de groep zit al helemaal vol. Ja, en omdat daar zoveel interesse in is, heb ik dan besloten om direct nog een tweede groep daar aan te koppelen. Dus zat je nog in twijfel en denk je, goh, ik wil me nog inschrijven, maar je hebt het nog niet gedaan. Ja, dan is er nu opnieuw de mogelijkheid om je in te schrijven. Goed, dan gaan we even over naar de astrologie, want er is ontzettend veel aan de hand op dit moment. We voelen ons vastzitten, we hebben het idee dat we op bepaalde gebieden niet meer voor en niet meer achteruit komen. We willen het anders, maar we weten ook nog niet precies hoe we dat moeten gaan realiseren. Lieve mensen, het is op dit moment niet echt de tijdstip om beslissingen te nemen. Want wij zitten in een hele turbulente astrologische periode. En het is al begonnen met Venus retrograde. Die heeft de afgelopen maanden door het teken Leeuw is ze heen gegaan. Teruglopend, dus ze is veel langer in het teken Leeuw gebleven als normaal. Nou, en als een planeet terugloopt, dan zijn het, gaan de energieën echt naar binnen toe. En dan wordt je feitelijk gevraagd van, goh, kijk eens naar jezelf. Venus is natuurlijk de planeet van verbinden. En het aangaan van relaties, hebben van relaties, of het met collega's is, of gewoon vriendschappelijk, of zelfs in de familie. Op het moment dat Venus retrograde loopt, ja, dan moet je dus naar binnen gaan en naar jezelf kijken van, goh, is dit wat ik echt wil? En gaat het ook echt zo dat het goed voor mij is? Is daar niet een bepaalde onbalans in aanwezig? En zo ja, dan is het natuurlijk de bedoeling om daarmee aan de slag te gaan. Maar goed, het teken Leeuw kan dus erg dramatisch zijn. En we hebben de Venus-retrograde periode, kunnen we dan ook zien in het gedrag van de mensen in een lage octaaf en in een hoge octaaf. De lage octaaf verwijst echt naar egoïsme. Alleen aan jezelf denken, niet denken aan de consequenties van de dingen die je doet of die je zegt, maar dat je echt puur en alleen met jezelf bezig bent. En de hogere octaaf is natuurlijk bewustzijnsontwikkeling. Dus mensen die op die hogere octaaf, op die hogere trilling zitten, die zullen veel sneller anders naar zichzelf kijken, dat ze het gevoel hebben, ik wil met mezelf aan de slag gaan. Ik wil dingen doen om mezelf te voeden, als het ware, spiritueel of misschien ook beroepsmatig. Dat je echt gaat onderzoeken van, goh, wat vind ik mooi en wat zou ik graag willen. En daar dus ook stappen na gaan zetten. Maar goed, met deze zonsverduistering die nu op voorhanden is, die zal plaatsvinden op 14 oktober,
in een TKW-schaal. En daar is Venus ook weer de heerser over. Ja, zal het toch weer even heel intens worden? En zullen we geconfronteerd worden met onbewust karma? Karma, onbewust karma. Karma is de wet van oorzaken en gevolg. Dus alles wat wij zeggen, doen, denken en laten, dat resoneert ergens op. Ja, en als wij dan in het verleden, nou, ik noem even wat, een aantal hele domme uitspraken gedaan hebben naar de mensen waarvan we hielden, dan zullen daar nu de consequenties van zichtbaar worden en voelbaar worden. Vaak is het zo dat we heel erg onbewust reageren. Dat is vaak ook weer gebaseerd op angst, trauma, onzekerheid. Het gevoel dat we niet helemaal onszelf kunnen zijn. Dus wat we dan feitelijk doen is een soort toneelstukje opvoeren. Dat we lekker stoer zijn, dat we de wereld aankunnen. Terwijl we daarmee eigenlijk hele tegenstrijdige signalen afgeven. Ja, dat gaat dus nu zichtbaar worden, want deze zonsverduistering die gaat namelijk conjunct de Zuidermaansknoop. De Zuidermaansknoop is waar wij vandaan komen, waar we al de nodige lessen gehad hebben, maar waar we ons ook wel heel erg veilig in voelen, maar waar we niet echt verder in kunnen ontwikkelen. En ja, zo gezegd, daar zit dus ook echt letterlijk onbewust karma in. Ja, en het teken weegschaal is ook weer verbinden, relateren. Dus het is eigenlijk jij versus de ander. En vanuit, als we in de normale positie van Venus denken en in de normale positie van weegschaal, dan willen we diplomatiek zijn, we willen rekening houden met de ander, we willen harmonie en rust in de tent. Maar wat ik al zeg, met Venus retrograde en nu dan die zonsverduistering op die Zuidermaansknoop, ja, die brengt toch echt wel dingen teweeg. En ook zeker op de lange termijn, zoals dat ik al benoemd heb, is er gewoon een hele grote collectieve shift aan de gang. Ik heb het ook al eerder voorspeld dat in 2022 het zichtbaar zou gaan worden, de splitsing tussen de mensen die in de derde dimensie blijven en de mensen die dus overgaan naar de vijfde dimensie. Maar ook daarin zit een hele grote valkuil, zeker met Venus retrograde in het teken Leeuw. Want wat er kan gebeuren is dat wij een overtrokken zelfbeeld hebben. Dat wij denken dat wij al lang in de vijfde dimensie zitten. En dat het geluk ons feitelijk toestraalt. Ja, nou, voor de mensen die daar toch zo naïef in staan en ook echt zo een 3D-bewustzijn in hebben, ja, die zullen nu de aankomende weken, maanden heel erg ontnuchterd gaan worden. Want Venus gaat of is inmiddels al in het teken Maagd. En alles wat we in het teken Leeuw bedacht hebben, wat we graag zouden willen, wordt nu getoetst op de realiteit. Want Venus staat dan ook recht tegenover Saturnus. Saturnus is ook de heer van karma. Ja, en die zegt gewoon, Venus. Wat jij allemaal bedacht hebt, ik weet niet of ik daar wel aan mee ga doen. En ik weet ook niet of ik hier überhaupt wel zin in heb en of het haalbaar is. Dit stuk veroorzaakt op dit moment het gevoel dat je in bepaalde situaties niet verder kunt komen. Dus het kan zijn dat je, want het is natuurlijk Venus, relaties en dat soort dingen. Het kan zijn dat jij graag met iemand wil communiceren, maar dat er in het verleden kwetsende woorden zijn gezegd en dat je nu niet weet hoe je het recht moet breien. Met Venus retrograde had je daar allerlei gedachten over. Was het natuurlijk niet je schuld en dat soort zaken. Maar met Venus nu in Maagd, oppositie Saturnus, ja, dan word je toch geconfronteerd met de consequenties daarvan. Een ander ding is dat tegelijkertijd, daarom zeg ik, dit is een hele zware collectieve verschuiving. Tegelijkertijd maakt Pluto, de heer van dood en wedergeboorte en transformatie, een spanningsveld met die zonsverduistering. De zonsverduistering is ook een nieuwe maan, maar daar kom ik zo meteen op terug. En die staat op dit moment in de laatste graden van steenbok. En dat is dan ook eigenlijk zo voor de laatste keer. Althans, hij zal voor de laatste keer nu de 27 graden bereiken.
De 27ste graad in mijn beleving is een onthulling. Dus we gaan achter dingen komen, we gaan inzichten krijgen. Pluto is natuurlijk, loopt in het teken steenbok. En steenbok is ook het systeem. Nou, geloof het of niet, maar onze emoties zijn een systeem. Onze reacties zijn een systeem. Onze families zijn een systeem. En daar is Pluto op dit moment hele grote schoonmaak aan het houden. Dus het voel je ook heel duidelijk van binnen. Hè, dat je met bepaalde dingen gewoon niet meer kunt leven. Dat je het ook niet meer helemaal eens bent met de dingen die je mee hebt gekregen vanuit de opvoeding. Nou, dus daar op dat vlak zien we dus een hele diepe transformatie. Ja, en de dingen die wij meenemen uit onze opvoeding, dat zijn de eerste dingen die dan ook zichtbaar worden in relaties. Met de 27ste graad, en dat zal nog tot januari doorgaan, tenminste dan in januari loopt Pluto het teken Waterman in, zal er dus serieus schoonschip gemaakt worden. En als je met zelfontwikkeling bezig bent, of je was een van mijn deelnemers in het seminar Het Ontwaken van de Tweelingzielen, dan zul jij voelen dat je heel erg bent veranderd over de afgelopen jaren. Je reacties zijn inmiddels veranderd. Maar goed, blijf jij in het oude zitten, in het 3D-bewustzijn, ja, dan is het dus echt een ander verhaal. Wat kan ik zeggen van Venus? Venus is gewoon wat chagrijnig op dit moment. Ze zou graag willen feesten, maar dat wordt dus afgeremd door Saturnus. En natuurlijk de ontnuchterende beweging die ontstaan is toen ze vanuit Leeuw nu dus het teken maagd ingegaan is. Dus nu moet ze helemaal praktisch zijn en in detail kijken en alles toetsen op haalbaarheid. En ja, dat vindt Venus aan zich niet zo leuk, dus zij voelt zich daar niet zo heel erg prettig bij. Een ander ding is, en dat heeft natuurlijk ook weer met karma te maken, vooral onbewust karma is natuurlijk dat we soms dingen zeggen waar we later heel veel spijt van kunnen krijgen. We hebben nu Mercurius, ook gedurende deze zonsverduistering, oppositie Chiron. Chiron is de gewonde heler en Mercurius is de planeet van communicatie. Ja, en die staan dus feitelijk recht tegenover elkaar. Dus het zijn twee verschillende realiteiten op dit moment. Ja, en omdat de energie toch nog redelijk naar binnen gekeerd is, zou het kunnen zijn dat jij jezelf heel erg bewust gaat worden van dat bepaalde mensen jou ergens de schuld van gegeven hebben of dingen tegen je hebben gezegd die inderdaad heel hard binnen zijn gekomen. Maar wat er feitelijk gebeurde is dat ze hun eigen negativiteit of hun eigen onvrede naar jou geprojecteerd hebben en jou daar als het ware verantwoordelijk voor hebben gemaakt. Dan kom ik direct op een ander stukje. En dat is natuurlijk, hè, we zitten niet alleen in het tijdperk van de valse goeroes, maar we zitten ook in het tijdperk van de narcist versus de empaat. En dat is dus echt een 3D-verhouding. Dus als jij van jezelf zegt, ik ben een empaat en mijn exen zijn allemaal narcisten, dan benader jij alles volledig in een 3D-bewustzijn. Zolang als dat we onszelf als empaat benoemen, voelen wij zelf medelijden en denken wij dat we niet dat krijgen wat ons normaal gesproken toe zou komen. En in dat stuk kunnen we dus natuurlijk gaan manipuleren. Vaak zien we bij de empaat ontwijkend gedrag. En dat is natuurlijk ook een vorm van manipuleren. Ja, versus de narcist. De narcist die wil gezien worden. En die doet eigenlijk alles een beetje met zijn eigen agenda. Die bedenkt vooraf, analyseert vooraf wat die gaat zeggen om bepaalde doelen te bereiken. En vaak zien we daarin natuurlijk dat hij op een hele verkapte manier zijn of haar wil bij je oplegt. Hè. Dat kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn, zijn mannen en vrouwen. Sterker nog, het kunnen ook de genders zijn. Hè. Dus omdat we het man-vrouw beeld laten we maar eventjes helemaal in het midden.
Maar goed, ook daarmee komt dus nu een realiteitscheck. Het is namelijk zo, als wij in dit stuk blijven zitten, jij bent een narcist, ik ben een empaat, dan blijven we elkaar de schuld geven. We blijven elkaar verbinden met onverwerkte emoties. En die onverwerkte emoties die klitten als lijm aan elkaar. En ja, in de nieuwe tijd zou je dat echt niet meer moeten willen. Dus mocht je daarin tegen jezelf aanlopen, ja, maak dan een afspraak voor een astrologisch consult om je daar zo snel mogelijk van los te koppelen. En ik weet gewoon uit ervaring, in mijn praktijk zit er vol mee, dat het gewoon ontzettend moeilijk is om je daarvan los te koppelen, omdat er zoveel onbewuste patronen aan de gang zijn. En over en weer met schuldgevoelens en manipulatie gedonderd wordt, dat het gewoon heel moeilijk te zien is van God, hè, wat is jouw rol in die hele situatie. Mijn ervaring is dat juist de mensen met een zacht karakter, die eigenlijk alleen maar willen helpen en niet meer en niet minder, gewoon bijzonder vatbaar zijn voor dit soort manipulatie. Het zij door een empaat of het zij door de narcist. En het is een beetje de keerzijde van de medaille. De een kan namelijk niet zonder de ander bestaan. Goed, voor nu wil ik jullie allemaal hartelijk danken. Vergeet niet deze video te liken, te delen. En wil je jezelf nog verder ontwikkelen? Wat ik helemaal in het begin van deze video al zei. Schrijf je dan in voor de jaaropleiding Traditionele Hekserij. En ik kan je verzekeren, er gaat een wereld voor je open. En dat heeft ook werkelijk niks te maken met de dingen die we op het internet vinden. Want dat is vaak allemaal gekopieerd materiaal. En dat bestrijkt nog geen tiende van wat het allemaal werkelijk is. Voor nu, hartelijk dank voor je aandacht. En tot ziens.